Deze expositie is al heel lang geleden ontstaan, naar aanleiding van een persoonlijke ervaring. En in die tijd heb ik een beeld gemaakt van gips bij een kunstenaar. En dat beeld heeft eigenlijk heel lang gestaan, zeg maar, tot ik Henk Westerhof tegenkwam. Dat is de andere kunstenaar waar ik samen deze tentoonstelling mee gemaakt heb, deze werken mee gemaakt heb. En hij zei, we gaan er wat mee doen. We gaan het verbreden, we gaan zorgen dat het onder de aandacht komt. En toen zijn we gaan filmen, dat is wat jullie in de installatie kunnen zien. En ik ben schilderijen gaan maken en zo langzamerhand, dan heb ik het over een start vanaf 2015. De expositie is te vinden in het hoofdgebouw van het Museumpark Orientalis. In dit gedeelte van het park is een ruimte ingericht om het thema van de expositie duidelijk in beeld te brengen. Er is een installatie, dat is eigenlijk het hoofdwerkstuk van ons. Daarbij is er een video te zien waarin nog het oude beeld, wat ik destijds als eerste gemaakt heb, in vertraagde opnames te zien is. Met een beetje meditatieve uitwerking. Schilderijen. En voor deze tentoonstelling zijn we zelf ontzettend blij mee. We hebben een samenwerking met Museum Krona uit Uden. En die hebben beelden, oude beelden in bruiklijn gegeven. Zodat eigenlijk meteen de lijn naar de geschiedenis duidelijk is. Omdat het al een oud beeld is. Hè? De Pieta, de moeder met de dode zoon. Niet bijbels beeld trouwens. Maar waar wel al eeuwenlang kunstenaars mee aan de gang gaan zijn. Om het steeds weer opnieuw te benaderen. En opnieuw dat verdriet en die compassie en die troost uiting te geven. De expositie duurt nog tot 4 juni. Tot die tijd is de expositie nog dagelijks van 11 tot 5 uur te bezoeken, met uitzondering van de maandagen. Wat opvalt is dat iedereen anders reageert op de expositie. Wisselend, omdat het natuurlijk een thema is, hè, wat ook wisselende reacties oproept. Er zijn mensen die het een hele mooie tentoonstelling vinden, die het heel erg passend vinden in de ruimte en de plek, Orientalis als plek. Er zijn mensen die het misschien ook wel een beetje afschrikt. Maar over het algemeen, dat hebben we in Wiegen ook meegemaakt, roept sowieso wat op. En de meeste reacties zijn positief omdat we het toch aan de orde willen stellen.